Nou, voor degene die zich afvroeg waar ik het over had vanochtend. Nou, welkom zou ik zeggen. Dit is namelijk kasteel Doornenburg. Dit is de intree. We lopen een stukje verder. Nou, je ziet, het is aardig groot nog. Je ziet daar zo een aantal teamleden. Dit is het binnenverblijf. Hier stonden dan de manschappen en iedereen kijkt, daar zit de bewaking al. Een trebuchet of een, hoe heet het? Waar ze de pijlen mee werden geschoten. En dat is het kasteel zelf. Tegenwoordig kun je hier zo wat eten. Het kasteel bezoeken uiteraard. Je kan hier zo rondleidingen krijgen. Ja, diegene die wat vaker in Ghost Hunting Ghost Hunters heeft gevolgd. Misschien kunnen ze nog wel LPI International, de oude groep waar wij bij gezeten hebben. Wij hebben hier toen de tijd ook gefilmd. Ik was er zelf ook bij. En nou, mogen die nog benieuwd zijn, de documentaire staat online bij YouTube. Ik zou zeggen, kijk nog een keertje. En dan over kasteel Doornenburg zelf. Je zag hem al een beetje op de achtergrond. Maar dat is hem. En hier gaan we dus een middagje. Een avondje. Onderzoek plegen. En we degene die het al wisten of erbij zijn. 3 maart gaan we hier dus ook een spook overhouden. Waar meerdere mensen dus de ervaring kunnen gaan delen. Of in ieder geval de ervaring kunnen gaan opdoen als een ghost hunter. Ik zou zeggen, veel plezier en later wat meer.